controle voor de start van de laatste mile van vandaag. De MX2 Nationaal. Toch wel een beetje topklasse jonge rijders. Gaat ontzettend hard. Hier komen toch de talenten uit voor de toekomst. Op 5 seconden. En weer de binnenkant op staat. Ja, hoor. De laatste rijder. Yeah.
6, nog een zware vecht met nummer van 5 en nummer 125. Dunne van 5 is de positie. Is de laatste weer gemaakt. En een zware gevecht nummer 6. Is toch heel erg gebrand om hier de overwinning op te halen in de tweede maas. Ik denk dat hij sowieso de overwinning al ophaalt, omdat Donny Bastemeyer gedisqualificeerd is en Erik Volkers eruit is. Dus Luca Nijnhuis doet gewoon goede zaken vandaag, maar hij laat het er niet bij zitten. Hij wil ook die tweede maas overwinning meenemen naar huis en zo wordt het ook. We hebben geen gedoe aan 0-0 of penalties, het is gewoon de rob of de ronde. Gewoon voor de maasoverwinning, deze tweede maas. Wordt het Donny Bastemeyer, wordt het Luca Nijnhuis. Ze zitten volgens mij wiel aan wiel. Kijken of ze dit al zijn. Ja hoor, Donny Bastemeyer, de snelste man van de tweede maas. Welkom op elkaar, daar is die keurig netjes. Donny Bastemeyer 1 en Luca Nijnhuis 2. Sluis binnen op 3. Hier is Kalt Timmerman. Kijk even of hij gepasseerd is.